Moreno Hofland, van kop af, gaat brutaal en vroeg aan met de favorieten achter hem. Degenkolb in het wit en de leider in het klassement, Bouhanni in het geel. Maar Hofland gaan ze niet meer pakken. Hij zegeviert in de tweede rit van Parijs-Nice. Ja, en hier verrast hij gewoon eigenlijk heel het peloton. En dat was eigenlijk zijn opzet. Daar wist ik niks van, maar dat wilde hij dus proberen. Ja, en dan gaat hij winnen, ja. Ja, dat krijg je wel even... Dat doet je zoon zomaar, hè. Dat is mooi, hè? Ja. Als ik het nou weer zie, ja, dan wordt het weer best wel een kwaai moment, zeg maar. Het is gewoon heel speciaal sowieso om op tv te zien en dat hij dan ook zo goed doet. Dat is, dat is buitengewoon. Ook vandaag keken de ouders van Moreno vol spanning thuis in Roosendaal naar de prestaties van hun zoon. Een overwinning zat er nu helaas niet in. Hofland sprintte naar een 10e plek. Zonde. Maar voor zijn vader een bevestiging dat Moreno goed bezig is. Goed dat hij kan worden. Ik hoop dat hij gewoon hetzelfde... Moreno Hofland blijft dat vooral. En gewoon zo doorgaat. En dan denk ik dat gewoon goed gaat komen. Eerder deze maand werd Hofland al tweede in de semi-klassieker Kuurne-Brussel-Kuurne. Toen verloor hij net van de Belgische topsprinter Tom Boonen. Voor zijn moeder is Moreno altijd een topper. Als hij straks weer thuis is, mag hij bepalen wat er op tafel komt te staan. Ja, vaak wordt het dan frietjes eten of zo, zelfgebakken frietjes. Een biefstukje erbij, lekker sla, boontjes, gewoon lekker Hollands. Ja. Daar kan hij op rekenen. Ja, daar kan hij op rekenen, ja, zeker weten. Prachtig succes voor deze jonge renner.